حرة حرة وانت تافي يطلع برا ليبيا حرة حرة وانت تافي يطلع برا ليبيا حرة حرة وانت تافي يطلع برا ليبيا حرة حرة وانت تافي يطلع برا كنا كلمة واحدة أخيرة إن شاء الله واهتمنا بالكلمة وبعدين نحن نعرفوا Gaddafi en zijn aanhang massamoorden en zijn eigen land Libië. Dit alleen omdat de Libische bevolking vreedzaam demonstreert om de basisrechten op te eisen. De Libische dictator gebruikt onder meer huurlingen uit Afrika, Azië en zelfs Europa. Om de Libische steden, waaronder Tripoli, te bombarderen, de burgers te vermoorden en de vrouwen te verkrachten. Zo genadeloos dat Gaddafi is, worden ook ouderen en onschuldige kinderen vermoord. Betrouwbare berichten, afkomstig van ooggetuigen, humanitaire organisaties en journalisten, melden dat er sinds de opstand op 16 februari 2011 tegen de Libische regering duizenden doden en een ontelbaar aantal gewonden zijn gevallen. Wij, de betogers, betreuren de lange stilte rondom de gruwelijke daden in Libië en de westerse wereld en in de Verenigde Staten. Het is duidelijk dat de eigen economische politieke belangen in deze delen van de wereld meer waarde hebben dan de mensenrechten en handen waar dictators aan de macht zijn. Wij waarschuwen u voor de enorme consequenties die de massamoorden in Libië met zich meebrengen voor de hele wereld. Libië is namelijk een van de rijkste olielanden ter wereld. Gisteren nam de Veiligheidsraad unaniem een resolutie tegen het regime van de Libische dictator Gaddafi. Er mogen geen wapens meer geleverd worden aan Libië. De banktegoeden van Gaddafi en zijn kinderen en zijn naasten worden bevroren. Gaddafi, zijn kinderen en 6 andere naasten mogen niet naar het buitenland reizen. Het internationale strafhof in Den Haag moet onderzoeken of Gaddafi voor misdaden tegen menselijkheid berecht moet worden. Ondanks de late actie van de Verenigde Naties vinden we dit een bemoedigende stap in de goede richting. Wij hadden gehoopt dat er ook een no-fly zone en dit sanctiepakket stond, zodat Gaddafi geen huurlingen meer naar Libië kan halen. Dames en heren, de humanitaire ramp in Libië is nog niet voorbij. Er worden nog steeds mensen met koelend bloeden afgeslacht. Er is een groot tekort aan medische hulp. En Tripoli is nog steeds in de handen van de dictator. We moeten dus onze strijd doorzetten. Beste mensen, vandaag staan we hier op de Dam in Amsterdam. En op het Beursplein in Rotterdam staan vrijheidsstrijders en liefhebbers om het Libische volk en zijn eerlijke strijd te steunen. Ik wil u bij deze namens het hele Libische volk voor uw steun bedanken. Dank u. يا قدامي صبر في تفوق
تملك زمرك محفل قبرك يا سفير يا حقير لا تلاقي يا بالعيد سفير يا حقير يا سفير يا حقير نبوك يا بطير يا سفير يا حقير نبوك يا بطير يا سفير يا حقير نبوك يا بطير يا حقير يا حقير Ha ha ha!